een absorptiespectrum. Iedere lijn vertegenwoordigt een frequentie en dus vertegenwoordigt het een energie, want energie en frequentie horen bij elkaar. Je kunt nu spreken van energieniveaus, maar je kunt dus van het ene energieniveau naar het andere energie springen en dat heeft te maken met de eigenschappen van fotonen. Daar gaat het een keer om, energieniveaus en fotonen. We beginnen even met een animatie overgolven. Een kraan drupt in het water en dan zie je dus dat er golven ontstaan. He, mooi, bolvormig, maar als je nu niet één, maar twee kranen hebt die druppen, dan krijg je dus twee van die golven en die beïnvloeden elkaar. En twee golven die tegelijk, ja, ze drukken tegelijk, en die twee golven die elkaar beïnvloeden, dan heb je interferentie. Kijk, hier is uitdoving, hier is versterking, hier is uitdoving, et cetera, et cetera. Oftewel, als je twee golven hebt, dan treedt er interferentie op. Oftewel, als er interferentie is, dan weet je van, goh, er zijn golven in de buurt. Nou, dit kun je ook met licht doen. Kijk, ja, men heeft een laser op twee openingen en die twee openingen zitten ontzettend dicht bij elkaar. En dan krijg je dat achter het scherm, ja, interferentie optreedt. Net zoals je ze net met de watergolven hebt gedaan. Oftewel, ja, dit zie je op het scherm. Ja, en dan krijg je dus minima, maxima, uitdoving, versterking. Oftewel, bij licht heb je interferentie, dus conclusie, licht is een golfverschijnsel. Even iets anders, een elektron. Een elektron, ja, een deeltje, die kan sneller krijgen, oftewel hij kan energie krijgen, maar ja, waar moet hij de energie weghalen? Nou, je kunt zo'n elektron beschijnen met licht. Licht bevat energie. Ja, hoeveel? Nou, het komt door de fotonen die erin zijn. Ja, één foton heeft een energie. Die kun je berekenen met H keer F en H is de constante van Planck. Dat hebben we eerder gehad. Nu heb je dus het elektron. Ja, hij neemt energie op uit het licht. Maar het punt is, het elektron, ja, die kan maar energie van één foton opnemen. Dus hop, eventjes opnemen en hij heeft weer genoeg energie gehad. Dus een elektron, normaal niet een vrij deeltje, het is altijd vastgebonden aan een atoom of bij metaal zijn misschien wel vrije elektronen, maar ze zitten in het metaal gevangen. En om het eruit te halen heb je energie nodig en we noemen dat de bindingsenergie. Nou, hoe kun je nou zo'n elektron energie geven? Nou, door er licht op te schijnen. Stel je voor, ik ga er rood licht op schijnen. Nou, dan kan ik berekenen hoeveel energie ik krijg, want de energie is H keer F. H, constante van Planck, is 6,63 keer 10 tot de macht min 34. Kijk, binnen 7. Frequentie van rood licht staat hier. Ja, heb ik ook eventjes uit BINA's, uit spectrum gehaald. 4,54 keer 10 tot de macht 14. En dat kan ik uitrekenen, krijg ik de energie in joules en eventjes omrekenen naar elektrovolt. Je weet, omrekenen, dat is delen door 1,6 keer 10 tot de macht min 19. En dan kom ik op 1,89 elektrovolt. En dat is dus de energie die het elektron krijgt. Kijk, op deze manier, ja, je beschijnt het. En, kijk, daar komt de foton en, ja, ik krijg één. Ei, niet genoeg. Weet je wat, ik doe het eventjes anders. Ik maak het een beetje intenser en nog niet, eigenlijk precies hetzelfde. Oftewel, de intensiteit van het licht, ja, dat verandert blijkbaar niks aan de energie per foton. Nou, oké, we doen even iets anders. Geen rood licht, maar nu neem ik geel licht. Geel licht, grotere frequentie, hogere frequentie, dus ook meer energie, 2,21 elektrovolt. Is dat genoeg? Daar komt het foton en ja, hij is los. Maar daar is het ook alles mee gezegd, hij heeft niet genoeg puff meer om er vandoor te gaan. Kortom, de energie is precies genoeg, maar daar is alles mee gezegd. De energie die genoeg is om hem los te maken, dat wordt de uittree-energie genoemd. Dus 2,21 elektrovolt is de uittree-energie voor het elektron
en die is dus eigenlijk gelijk aan de bindingsenergie. Maar dat betekent dat als ik geen geel licht gebruik, maar licht met een nog hogere frequentie, dus violet licht, meer energie, dat ik dan wel energie overhoud. Dus kijken of dat ook zo is. Ja, komt hem. Ja, en krijg energie. En ja, kijk eens aan. Er is meer energie over, want kijk, ja, hij heeft 0,61 elektrovolt energie over nadat hij is losgemaakt. En die energie die gebruikt het elektron om weg te vliegen. Oftewel, de energie die het elektron heeft, is de energie in foton min de uitere energie. Nou, de frequentie waarmee hij net los raakt, ja, dus dat is die 5,35 keer 10 tot de macht 14, dat noemen we de grensfrequentie. En de energie die erbij hoort, 2,21 elektrovolt, dat is dus de uitere energie. En deze waarden die zijn niet voor ieder elektron gelijk, maar dat is natuurlijk afhankelijk van het materiaal waar hij in zit. Nou, ijzer of koper, ja, die hebben een verschillende bindingsenergie. Maar gelukkig is alles onderzocht en minus 24, kijk hier, ja, daar staat per materiaal hoe groot de uitere energie is, hoe groot de grensfrequentie is en de golflengte ook bij. Ja, let op, hè, als je de ene weet kun je de andere in feite uitrekenen, maar het is toch wel makkelijk als dit zo 1, 2, 3 voor je klaar staat. Dit effect treedt op in een zogenaamde fotocel. Een fotocel, ja, is een praktisch vacuüm buisje en daarin zit materiaal van een bepaald metaal en daar kan dan het licht op schijnen en er komen al of niet elektronen vrij. Ik doe een proefje. Kijk, hier, dit is mijn fotocel. Ja. Hier komt het materiaal op en dat wordt beschenen met licht en je ziet er komen elektronen vrij, dus de frequentie van het licht is boven de grensfrequentie. Nou, de elektronen komen vrij en een aantal komen op de overkant terecht en betekent dus dat er een stroom kan gaan lopen. En die stroom kan hiermee worden gemeten. Echter, je ziet hier al een spanningsbron. Een spanningsbron kan zo worden ingesteld dat ik hier een negatieve spanning op kan maken. Een negatief betekent dus dat die elektronen, nou, die gaan die kant op, maar ja, die worden afgestoten door een negatieve plaat aan de andere kant. En ja, dan worden ze tegengehouden en ze gaan weer terug. Of als ze genoeg energie hebben, gaan ze toch erheen, want ze hebben te veel energie en dan gaat er alsnog een stroom lopen. Nou, dat is wat in deze grafiek wordt bekeken. Ja, ik zet eerst even de spanning flink negatief. Zo, ja, kijk hier. Ja, heb ik hier een negatieve spanning. En die is dusdanig negatief dat de stroomsterkte nul is. Ja, er is geen enkel elektron wat de overkant bereikt. Nou, weet je wat, ik maak een beetje minder negatief. Nog niet veel, hè? Nee, nou, nog maar een beetje, nee. Nog niet. Wat een beetje saai zo, hè? En, oh, kijk. Nu is de spanning nog wel negatief, maar de meest energierijke elektronen die precies de goede kant op gaan, ja, die kunnen toch de overkant bereiken en dus ontstaat er een stroompje. De spanning waarbij de stroomsterkte nog net nul is, dat wordt de remspanning genoemd. En dat is een spanning die dus alle elektronen afremt. Er komt geen enkel elektron aan de overkant. Ja, dus dat is de remspanning. Ja, alle elektronen die gaan weer terug. Beetje sneu. Dat. Nou, je kunt natuurlijk de spanning verder opvoeren, althans verder opvoeren in feite minder negatief maken. En dan zullen steeds meer elektronen de overkant bereiken. En dat gaat door, maar gaat niet onbeperkt door. Want ja, je hebt maar een beperkt aantal elektronen die vrijkomen. En dan kun je nog zo'n grote spanning erop zetten dat ze worden aangetrokken. Maar ja, als er niet meer elektronen zijn, dan stopt het. Dat betekent dus dat je een maximale stroomsterkte hebt en that's it. Ja, dus alle elektronen die komen dan aan op plaat A. En dan heb je zo'n mooi lijntje. Nou, wat gebeurt er nu, denk je, met die grafiek als ik meer licht van dezelfde frequentie doe? Dus ik doe een intensere bundel licht erop. Dus de frequentie blijft gelijk. Nou,
Even nadenken, hoe denk je dat die gaat lopen? Oké. Kijk, op deze manier. Ja, want de hogere intensiteit heeft niks met energie te maken. Ja, energie heeft alleen met de frequentie te maken. Dus de remspanning, ja, die dus precies alle elektronica tegenhouden, ja, dat blijft gelijk. Maar je hebt wel meer fotonen in het licht, ja, hogere intensiteit, meer fotonen. Dus, en als ieder foton een elektron kan losmaken, betekent dus dat er wel meer elektronen beschikbaar zijn. Dus zal de maximale stroomsterkte ook meer zijn. Hoger in dit site. En nu gaan we een frequentie gebruiken die hoger ligt dan het oorspronkelijke. Ja, dus blauw licht iets hoger. Hoe zal je dan nu lopen? Deze manier. Ja, want heeft meer energie, betekent dus dat de spanning negatief moet zijn om hem toch tegen te houden. Dus die remspanning, ja, die zal meer negatief zijn. Ja, ik heb hoger staan, maar het is meer negatief. Maar als hetzelfde aantal elektronen wordt vrijgemaakt, betekent dus dat de maximale stroomsterkte wel weer gelijk zal zijn aan het vorige licht. Kijk, dit is eventjes een animatie, ja, over zo'n buisje. Je ziet inderdaad dat de elektronen vrijkomen, die gaan naar de andere kant toe. En dan zie je dus, ja, daar gaat een elektron die kant op. Nou, we gaan eventjes de frequentie naar rood toevoegen, dus minder energie. En dan zie je dus inderdaad, ja, dat er geen elektronen meer vrijkomen. Ja. Ook niet als ik de intensiteit verhoog. Dus dat er meer fotonen opkomen. Kijk, heel veel fotonen. Maar er komt geen enkel elektron meer vrij. Ja. Als ik nu de frequentie omhoog doe. Dus meer naar de blauwe kant toe. Dan krijg je wel weer meer energie. En dan komen er wel. Ja, meer energie. Ja, dan maakt het in feite niet zoveel uit. Ieder foton kan nog steeds maar 1 elektron loskrijgen. Ja, that's it. Nou, weer even terug. Zo. Ja, en nu ga ik eventjes de spanning doen. Ja, de spanning staat nu op 0. En die ga ik eventjes opvoeren. Kijk, en dan zie je dus, als ik hem opvoer, dat, kijk, die elektronen worden teruggestuurd. Hoppadee, ja, probeer. Nee. Ja, zo'n elektron, leuk en aardig, maar ja, deze plaat wordt negatief en betekent dus dat elektronen weg worden gestuurd. Nou, je kunt het nog hoger maken, dan komen ze nog minder ver. Dat is vechten tegen een bierkei. Ja, maar weer eventjes naar 0. Nou, naar 0, even kijken wanneer raken ze hem. Nog niet, nog niet, nog niet. En ja, daar heb ik hem eventjes. Hè. Dat betekent dus, ja, dat de spanning bij 0,48, 0,49, ja, dan zijn er toch nog enkele elektronen die hem net kunnen bereiken. Ja, je ziet, ampère loopt er. En dus is de remspanning 0,49 volt voor deze. Ja, en als je weer op 0 volt zet, ja, dan krijg je natuurlijk weer meer. Dat. Dit is voor natrium. Ja, als ik een ander materiaal zou doen, dan krijg ik dus weer, ja, kijk, aluminium, ja, nu op natrium, uranium kan ik ook doen, even kijken hoor wat er dan gebeurt, eens kijken hoor, ah, kijk, met natrium, dan gaan er geen, betekent dus dat bij natrium de bindingsenergie hoger is, ik heb meer energie nodig om elektronen los te krijgen, oeh, wel behoorlijk wat energie nodig, ah, kijk, ja, ik moet hem dus bijna in het ultraviolet zetten, om hem weer te laten werken. Ja, en dat is dus met uranium. Als het dus monochromatisch licht, dat betekent licht met 1 frequentie, dat vallen op een fotocel, dan zal dus in die fotocel er een elektron of elektronen vrij kunnen worden gemaakt, maar dat is alleen afhankelijk van de frequentie van het licht. Dit verschijnsel wordt het fotoelektrische effect genoemd en dit effect is voor het eerst uitgelegd, verklaard door Einstein.
Einstein heeft hier een Nobelprijs voor gekregen. Dus niet voor relativiteitstheorie, niet voor ESMC-kwadraat, nee, voor het foto-elektrisch effect heeft hij de Nobelprijs gekregen. En hij legde uit, dit kan alleen maar zo gebeuren als wellicht de energie is gekwantificeerd. Dat betekent dat het maar in stapjes tegelijk voor kan komen. En dat kan alleen maar wezen als licht zich gedraagt als een deeltje. En dat is wel apart, want er was ook interferentie. Dus licht is ook een golf. Deeltje, golf, dualiteit. Licht heeft een duaal karakter. Het kan zich soms als een golf gedragen en soms als een deeltje. We gaan even weer terug naar het absorptiespectrum. Daar zijn allemaal specifieke energieniveaus. Nou, en die kun je natuurlijk berekenen. E is H keer F. En als je even bekijkt welke energieniveaus hier zijn aangewezen, dan zie je dat het allemaal ijzer is. Blijkbaar is het ijzeratoom zo dat het specifieke energieën kan hebben. En daardoor ontstaat dus ook zo'n absorptiespectrum. Maar de vraag is, waarom? Hoe komt het dat het zich zo gedraagt? Wel, daarvoor bekijken we het atoommodel van Bohr. Bohr, een Deense natuurkundige, die bedacht het model die voldeed aan de eigenschappen van zo'n atoom. En Bohr die stelde van, let op, zo'n elektron die kan niet willekeurige banen om de kern heen gaan. Nee, het zijn specifieke banen. En wellicht dacht hij daaraan aan staande golf. Een staande golf kan ook niet ieder willekeurige frequentie bevatten. Nee, ook maar een paar specifieke frequenties. En zo gedraagt het elektron zich ook. Dus de energie van een elektron kan niet een willekeurig iets zijn. Nee, het zijn bepaalde waarden gekwantificeerd. Nou, stel je voor, op het laagste niveau, daar is de energie 0. Naar het laagste niveau. We noemen dit de grondtoestand. De grondtoestand is daar waar de energie het laagst is. Het elektron bevindt zich in de binnenste baan. Nou, 1 baan verder, n is 2, is de energie 10,2 elektrovolt. Hoe kan nou zo'n elektron daarheen, want hij moet natuurlijk wel die energie hebben. Nou, dat kan door licht. Ja, er schijnt licht op met een straling en die straling heeft een energie van 10,2 elektrovolt. Ja, zo'n foton kun je weer berekenen met E is H keer F. Dus, en daardoor krijg je dus dat het elektron energie opneemt en gaat 1 baan verder. We noemen dat een aangeslagen toestand. Nou, weer 1 baan verder. Ja, 12,09 volt betekent dus dat er weer licht bij moet komen. En de energie daarvan is, let op, hè, geen 12,09. Nee, want hij hoeft maar 1,89 erbij te hebben. Dus de straling van dit type heeft een energie van 1,89 elektrovolt en hop, daar gaat hij weer. Nou, weer 1 niveau verder. Ja, op n is 4. Energie is 12,75. Dan zie je dus dat er nog maar een klein beetje energie bij hoeft. 0,66 elektrovolt. En ja, daar gaat hij weer. En zo gaat hij dus door. En op die manier kan een absorptiespectrum ontstaan. Immers, een atoom in die natriumgaswolk, ja, die heeft een elektron. Een elektron kan niet alles, iedere willekeurige energiewaarde opnemen. Nee, alleen die ene energiewaarde die hij nodig heeft om één stapje omhoog te doen. Dus maar één energiewaarde. En energie is H keer F. Dus is er slechts één frequentie die het elektron kan gebruiken. Oftewel, hij pikt er precies één kleur uit. Oftewel, ik krijg het absorptiespectrum. Nou, weer even terug naar het waterstofatoom. Ja, dus grondtoestand 0. Eerste, tweede, derde aangeslagen toestanden weten we de energie van. Het elektron hoeft niet eerst naar de tweede, dan derde, vierde. Nee, als er licht is met de juiste energie, kan hij ook in één keer ploep naar niveau 4 toe gaan. Ja, naar de derde aangeslagen toestand. Hè. Let op, hè. N is 4, is de derde aangeslagen toestand. Ja, oftewel, als hij licht krijgt van 12,75 elektrovolt, dan gaat hij in één keer naar de buitenste baan.
En hij kan best dan in stapjes weer teruggaan. Dus dat hij bijvoorbeeld niet in één keer teruggaat. Nee, hij gaat eerst naar op. Ja, de eerste aangeslagen toestand, E2. En als hij teruggaat, dan heeft hij geen energie nodig, maar dan geeft hij energie. En hoe geeft hij dat? In de vorm van licht. Nou, hij komt straling vrij. 2,55 elektrovolt hoort natuurlijk weer een bepaalde frequentie bij. En hij kan dus weer, hup, zo terug naar zijn grondtoestand. En dan krijg je dus weer een andere energie. Oftewel, hij kan energie opnemen. Ja, hij kan voor een licht frequentie opnemen en hij kan het uitzenden weer in stapjes, zodat je dus andere frequenties krijgt. Hij neemt licht op en hij kan dus verschillende lichtsoorten weer teruggeven. In BINAS, tabel 21a, staat het atoommodel van waterstof. Ieder lijntje hier is een bepaald niveau. Dit is het grondniveau, ja, de grondtoestand. Eerste aangeslagen toestand, je ziet hier inderdaad iets meer dan 10 elektrovolt. Tweede aangeslagen toestand en zo gaat het verder omhoog. Let op dat de energieën hier in elektrovolt staan. Kijk hier, de grondtoestand 0 elektrovolt. En zo net al gezegd, eerste aangeslagen toestand iets meer dan 10 elektrovolt. De getallen die hier staan, ja, kwantumgetallen, ja, dat is het nummer van het energieniveau. En het is dus even goed op te letten dat de grondtoestand heeft kwantumgetal 1 en de eerste aangeslagen toestand heeft kwantumgetal 2. Dat scheelt net precies 1. Nou, dan kan een elektron dus weer vervallen naar beneden en dat wordt met puitjes gedaan. Kijk, ik heb hier een elektron op het tweede aangeslagen toestand. Die valt terug naar de eerste aangeslagen toestand en dat doet hij door uitzending van licht en het licht heeft dan een golflengte van, ik meen dat er 656 nanometer stond. Deze overgang trouwens, ja, Balmer heten ze, dat zijn alle overgangen die terugvallen naar het eerste aangeslagen toestand. En dat is bijzonder, want al die straling, dat is zichtbaar. Ja, het ligt in het zichtbaar gebied. Nu heb je zo dat daarboven heel veel overgang vlak bij elkaar liggen. Ja. Steeds kleine stapjes tot de grenswaarde van 13,6. Dus als je daar vlakbij zit, dan kan je eigenlijk in het beperkte gebied heel veel verschillende energieniveaus aan hebben. Maar ze liggen steeds dichter bij elkaar. Wat nou als hij boven die 13,6 komt? Nou, dat is het eenvoudig. Dan kan het elektron het atoom verlaten. Ja? Dan heeft hij de ionisatie-energie overschreden. Ionisatie-energie is 13,6 elektrovolt. Meer dan die energie. Ja, als het elektron dat krijgt, dan verlaat hij het atoom. Hij kan dus in feite wel heel veel energieën aan als het boven die 13,6 is. Want dan pakt hij die 13,6 en de rest, ja, gebruikt hij om weg te vliegen. Gekozen is dus grondniveau, grondtoestand 0 elektrovolt. Ionisatie is 13,6 elektrovolt. Maar daarnaast wordt gebruik gemaakt van een andere schaalverdeling en die wordt meestal gebruikt. Ja? En die gaat uit van dat de ionisatie-energie 0 elektrovolt is en de grondtoestand is dan negatieve energie. Dat kan op zich, hè? Het is ongelijk waar je grond je nulniveau neerlegt. En waarom doen ze dit? Nou, op deze manier kun je heel eenvoudig de energie berekenen van een bepaalde aangeslagen toestand. Want er geldt namelijk dat de energie is min 13,6 gedeeld door n kwadraat. Wil je bijvoorbeeld de energie weten van n is 3, dus het tweede aangeslagen toestand, nou, dan vul je voor n 3 in en dan kom je op min 1,51 elektrovolt. Nou, op deze manier kun je dus eenvoudig iedere energie van ieder aangeslagen toestand berekenen. Energie van elektronen kan dus alleen in bepaalde stapjes toe- of afnemen. We noemen dit gekwantificeerd. En het is dan ook onderdeel van de kwantumfysica. En Bohr, laat hem ook nog maar eventjes zien. Ja, en oh, hij heeft ook nog wel wat te zeggen. Hij zegt van nou, als je denkt dat kwantummechanica heel logisch is, dan heb je het niet helemaal begrepen. Opwekkend, ach. In ieder geval wel een mooie afsluiting.
Bedankt voor het beluisteren, bedankt voor het bekijken en tot ziens.